Goedenavond allemaal, mijn naam is Arash Azad en namens FX Flat heet ik jullie allemaal welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we ditmaal samen met Ronald Kok kijken naar goede screeners voor effecten. We gaan onder andere verder in op vragen zoals hoe kun je het beste aandelen selecteren en wat werkt er nou wel of niet. Belangrijk om hierbij even vooraf te vermelden is onze risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is. Verder dient dit webinar dus alleen voor trainings- en informatieve doeleinden. En voor alle duidelijkheid dient u dus zelf alle beslissingen te nemen. Dan heet ik bij deze ook Ronald welkom. Goedenavond, Ronald. Ja, goedenavond. En zal ik ook het beeld overgeven aan Ronald. Ja, bedankt. Ik heb het overgenomen. Ik kan jouw beeldscherm nog niet zien. Ik heb het wel overgedragen als het goed is. Ja, helemaal goed. Oké. Ja, dan goedenavond. Mijn naam is Ronald Kok. Wellicht heeft u al eerder een van onze webinars bekeken. Ik heb diverse beleggingsplatformen in Nederland. Wij coveren bijna alle Europese en Amerikaanse aandelen met vooral fundamentele informatie. Op onze website analist.nl ziet u bijna niets over dagkoersen of daytrading, et cetera. Bij ons is vooral echt lange termijn gericht. En wat ik heel veel beleggers ook vaak hoor zeggen is, hoe saaier, hoe beter. Dus wij zijn ook behoorlijk fan van ETF's. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Ja, dit is een vrij compact webinar. Want eigenlijk moet beleggen, net als zoals ik ook over ETF's duid, zo simpel mogelijk zijn. Dus ik zal het ook niet te langdradig maken. Uiteraard, als u vragen heeft, laat u gerust weten. Want u kunt ze gewoon alle minuten stellen. Dan kun je ze direct beantwoorden, want we zitten met een kleine groep, dus we kunnen het mooi zo makkelijk mogelijk houden. Dus het webinar zal niet te lang duren. Ik probeer het gewoon, wat in mijn visie dan het meest relevant is op het gebied van beleggen. Dus in dit geval dus de aandelenscreeners. Aandelenscreener, ja, dat klinkt als een heel erg spannend woord, maar het is eigenlijk niets anders dan een strategie. Een soort filtermethode hoe je aandelen kunt selecteren. Maar goed, dan moet je wel op basis van bepaalde criteria doen die ook in het verleden goed hebben gewerkt. Het is natuurlijk niet één consistente strategie voorstelbaar. Alleen geld op de bankrekening zetten, dat is zeg maar voorspelbaar. Maar wat op de beurs gebeurt is eigenlijk vaak nog steeds één groot casino. Want zelfs de allerbeste aandelenbeleggers die hebben ook in sommige tijden ook gewoon de helft van hun geld verloren of nog meer hoor. Dus ik wil absoluut op het hart drukken dat er niet één gouden strategie is die consistent werkt. En daarom probeer ik met mijn platform ook gewoon meerdere strategieën aan te bieden. En dan de beleggers gewoon de keuze te geven aan een palet aan goed scorende strategieën. En niet alle eieren op één strategie wedden. Dus dat is een notendop waar deze presentatie over gaat. Ik heb hier even wat leuke tekstjes geplukt van Twitter. In dit geval van Robeco. Pim van Vliet is natuurlijk een grote bekende beleggingsanalist. Ik heb zelf nog les van hem gehad op de Erasmus. Ja, zij publiceren veel onderzoeken over historische rendementen. En dan kijken ze naar wat de voorspelbaarheid daarvan is. Er blijkt toch steeds vaak dat vooral kleinere aandelen een soort small cap effect hebben. Want hoe kleiner een aandeel is, hoe meer winstpotentie daar eigenlijk is. Maar ook hoeveel meer risico er is. Want een klein bedrijf op de hoek kan nog qua omzet qua 10 of keer 100 gaan, bij wijze van spreken. Maar bedrijf als Unilever, dan moet er gewoon een nieuwe aardbol bijkomen om die vraag te kunnen voldoen. Dus kleine bedrijven zijn heel erg interessant, maar ze hebben wel hogere risico's. Want stel, er komt een nieuwe wereldoorlog, bij wijze van spreken, of een grote andere catastrofe. We zien het dan in de coronatoestanden. Grote defensieve bedrijven als Unilever, Procter & Gamble, Coca-Cola, McDonald's, die zullen bijna niet omvallen. Die kunnen we misschien wel bij varen bij grote kiezers. Maar een klein bedrijf op de hoek natuurlijk, als die geen klanten meer krijgt, dan houdt dat gauw op. Dus het is absoluut een verband tussen de grootte van het bedrijf en het risico. Dus enerzijds is het ook heel interessant om kleine bedrijven te kopen.
Wat die gewoon ja, qua omzet of qua winst en dus ook qua koerspotentieel veel harder kunnen stijgen dan de grote bedrijven die al heel erg uitgegroeid zijn, die aan het eind van de curve zitten. Maar toch zijn die risico's voor die kleine bedrijven dus veel groter. Nou, als u meer hierover wilt weten, dan kunt u bijvoorbeeld Pim van Vliet volgen van Robeco, Guido Baltussen ook van Robeco. En dat zijn allemaal specialisten op het gebied van value beleggen, kwantitatief beleggen. Even een uitstapje wat ik had gemaakt. U ziet hier een heel grote tabel met historische rendementen. Wat ik net zei, er is niet eigenlijk niet één strategie die consistent goede resultaten laat zien. Wat deze tabel laat zien, dat zijn de rendementen van aandelenscreens van onze kant. Ik ga zo meteen in op de details. Het is ook heel erg onleesbaar, deze sheet, want het is heel veel data in één kleine sheet. Maar ik kan ook deze presentatie natuurlijk weer online zetten. Dan kunt u het gemak nakijken. En ze komen ook op YouTube te staan. Dan kunt u ook gewoon het scherm op rustig op uw gemak nakijken. Maar wat u hier ziet zijn de rendementen van aandelenstrategieën. Aandelenscreeners uit het verleden. Vanaf ongeveer 2006 tot en met heden ongeveer. Zeg maar, tot met de koers van vandaag vrijwel bijgewerkt. En u ziet de gemiddelde rendementen van. Ze staan hier aan de meest rechte kolom gesorteerd op historische gemiddelde rendementen. Ja, er zitten ook heel veel extreem goede rendementen zitten daartussen. Maar je ziet ook heel veel witte vlekken. En wat zo'n witte vlek eigenlijk is dat eigenlijk gewoon in die tijd voor deze screeners geen aandelen aanwezig waren. Want wat wij met onze screeners doen is, we willen natuurlijk niet u drie aandelen aanbieden die Warren Buffett zou kopen bij spreken. Want met drie aandelen heeft u nog steeds een enorm hoog risico. Wij raden altijd aan om gewoon minimaal 20 aandelen te kopen voor uw individuele aandelen. Want als er dan eentje failliet gaat en dat gaat onherroepelijk gebeuren niemand kan de beurs voorspellen. Dus als een keer eentje of meerdere omvallen, heeft u nog altijd een hele rits over. Dus wat wij met onze mandjes doen, we hebben als eis dat er minimaal 20 aandelen moeten zitten. Anders passeren we hem, zeg maar. Dus als er dan gepasseerd is, dat er geen genoeg aandelen die aan de criteria hebben voldaan, dan zit hij dus een wit veld in dit geval. Nou, ik gaf net aan, hele hoge rendementen gemiddeld. Twee dingen erbij. Ja, de ECB en de Fed hebben natuurlijk gigantisch veel geld in de economie gepompt. Dus ja, bijna alle aandelen zien we hard zijn gestegen over de afgelopen 10 jaar, nog meer. Wat eigenlijk ook betekent dat, want ik heb het wel eens ook met Pim van Vliet over gehad. Want wat als je bijvoorbeeld een hele goede strategie zou omdraaien. Dus als je bijvoorbeeld een goede strategie kan zijn, de aandelen met lage koerswinstverhouding kopen, hoge kasstromen. Hoog dividendrendement, lage koersboekwaarde, weinig schulden, groeiende winst, etc. Maar als je dat bijvoorbeeld zou omdraaien, gewoon het tegenovergestelde zou doen, ja, ik heb dat ook vaak gerepliceerd, dan zie ik ook daar zelfs positieve rendementen voor. Want het lijkt gewoon dat er gewoon zo ontzettend veel geld naar de markt is gestroomd door het opkopen van obligaties en zo, dat zelfs de meest domme belegger, waarbij we spreken, die gewoon een fles wodka zou drinken iedere dag. Ook die had geld verdiend. Want ja, alles ging toch omhoog. Dus dat is wel een vingerwijzing hierbij. Dat de resultaten zien heel erg rooskleurig uit. Maar het wordt ook heel erg gedreven door het geld van de centrale banken. Dus de afgelopen 10 jaar was het natuurlijk bijzonder goed voor aandelen. En het afgelopen coronajaar eigenlijk, ja, er leek geen alternatief eigenlijk te zijn. Dat natuurlijk een harde koersklap gehad in het voorjaar vorig jaar. Maar sindsdien is de beurs bijna verdubbeld, heb ik het idee. Dus ja, of het nou zo door gaat stijgen, ik durf het uiteraard niet te zeggen. Dus ik raad ten alle tijde aan om gespreid te blijven. Maar ja, we zien ook historisch dat aandelen natuurlijk op lange termijn de beste beleggingscategorie zijn. Dus ik zou nog steeds overwogen in aandelen willen aanraden, maar uiteraard heel erg gespreid. En eventueel ook met geschreven puts en call opties omheen om af en toe wat extra rendement binnen te halen. Maar daar gaan we op andere webinars verder op in. Ja, wat ik zei, deze tabel is vrij onleesbaar. Ik pak even de volgende sheet, want die is wat duidelijker. Ik heb hier wederom de top van de tabel gepakt. U ziet hier, is het wat meer leesbaar. Gewoon hetzelfde plaatje van net, maar dan eigenlijk de top 20 is het ongeveer. Je ziet hier ook gemiddelde rendementen van deze screeners dus. Maar wat je ook ziet, dat er af en toe weer rode velden tussen staan. En dat zijn dus negatieve resultaten. Ja, dat is natuurlijk niet één strategie die de markt kan voorspellen. Ook Warren Buffett kan dat niet. Want die zegt ook gewoon als hij er niet meer is, dat zijn vrouw dan niet moet actief moet gaan beleggen. Maar moet gewoon in de S&P 500 trekkers gaan.
Er is dus niet één model wat consistent werkt. En dat is gelijk een grote teleurstelling, want ik kom dus geen met deze presentatie geen pot met geld voorstellen die consistent werkt. Want ja, het enige wat we weten is belasting betalen en doodgaan. Dat zijn nog de enige twee zekerheden. En de rest is nog heel veel random walk in beleggingen. Dus alle verhaaltjes over beleggingsstrategieën die in het verleden hebben goed opgewerkt. Ja, dat moet ook maar in de toekomst zo blijken. En dat is altijd maar een groot vraagteken. Dus wat ik hier laat zien is dus dat er ook, ja, historische rendementen in het verleden kunnen altijd heel erg positief zijn, maar er kunnen ook enorme flaters tussen zitten. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat de collega's van de AEI, dat is de American Association of Individual Investors, ik kom zo meteen met een sheet van hun voorbij, dat is voor de VEB van Amerika. En die hebben Joseph Piotrowski ook in een model zitten en ja, die had jarenlang boven de 15-16% per jaar gemiddeld opgehaald. Het gemiddeld rendement dus. Maar ook in één keer in een jaar ging het zijn portfolio met min 40. Ja, je zou maar net daarvoor zijn ingestapt. Dan zit je al met een bijna onoverbrugbaar verlies. Dus dat ten alle tijde is spreiden, spreiden en nog eens spreiden. Dat is het absolute devies. Hoe saai het ook is. Maar ja, als je echt risico wil nemen, dan kunt u ook naar het casino gaan, bij wijze van spreken. Dan bent u eerder klaar. Dus ik heb hier de collega's van AI. Ik heb hier ook de historische rendementen gepakt van de afgelopen. Ook 15 jaar, zeg maar, hetzelfde als wat zij doen. Wat AI doet, is de hele Amerikaanse markt coveren. Ja, dat doen ook heel veel economen en grote beleggingshuizen. Die zitten vooral op de Amerikaanse markt ja, geënt. De Europese markt is nog heel erg divers. Er zijn ook allemaal eilandjes. Nog steeds wat verschillende valuta's, zoals Noorwegen, Zwitserland, Polen, et cetera. Dus dat is een beetje een oerwoud, zeg maar. En de Amerikaanse markt is natuurlijk heel erg universeel. Alles hetzelfde. Iedere dollar is evenveel waard daar. En in Europa zijn het allemaal losse plukjes nog. Dus wat de AI doet, is puur alleen Amerika coveren. En wij doen Amerika plus Europa. Om gewoon, zeg maar, de vijver met vissen. Om het daar eventjes mee te vergelijken. Om die zo groot mogelijk te maken. Nou goed, wat ik als. Ja, waar ik op wil duiden. Zeg, ik heb hier de pijl erbij gezet. Ik hoop dat die leesbaar is. Die paarse pijl. 2008. James O'Shaughnessy, ik heb wel eens een paar keer gesproken in Amerika, een superbelegger, gemiddeld 24% de afgelopen 15 jaar ongeveer, dus ja, astronomisch. Hij is nu, zeg maar, de beste belegger van Amerika. Dus dit zijn gewoon pure netto rendementen, dus je moet ook uiteraard uw kosten van uw broker eraf halen, maar goed, die zijn bij de meeste brokers al hard gedaald de laatste jaren. Dus dit zijn gewoon gemiddelde rendementen die echt steengoed zijn, bij wijze van spreken, dus ook hoger dan onze screeners. Maar goed, ook in 2008, hè, wat ik zei, ook dan zijn er harde klappen. Het is niet goed te lezen, want ze zijn bijvoorbeeld niet rood. Maar ook hier, in 2008, ging deze portefeuille van ja, de superguru ook gewoon met meer dan 50% omlaag. Zie ik verder op rendementen van min 30%, min 26%. Dus ten alle tijde is het heel erg aan te raden om uw vermogen te spreiden binnen aandelen zelf. Maar ook binnen uw totaalvermogen, wellicht. Als je de mogelijkheid daarvoor heeft, ook iets bijvoorbeeld in vastgoed of wat in obligaties, et cetera, of in een geldmarktfonds. Spreiden, spreiden is toch altijd echt het enige wat door de tijden heen eigenlijk wat in alle tijden aangeraden blijft. Dus u ziet hier de rendementen weliswaar met bokkensprongen, maar wel heel erg enorm hoge rendementen. En deze rendementen, ja, die zijn fors hoger dan ja, de meeste actieve beleggersfondsen, waar u nog. U zich er nog blauw voor moet betalen. Ik kom er zo meteen op terug. En dit zijn dus gewoon pure, noemen we dat, do-it-yourself beleggers die gewoon de aandelen kopen die in dit geval deze goeroes hebben aangemerkt als koopwaardig. En dat zit. Er zitten dus geen beheerskosten of andere toestanden in. Dus dit zijn heel erg interessante rendementen. Maar wat ik zei, u kijkt naar de pijl, u ziet al die minnen daar. En verderop hebben we natuurlijk ook in 2016 ook, ik bedoel 2015, ja, er zitten genoeg minnen tussen. Dus. Ook al zijn die rendementen hier aan de rechterkant, als ik ga met de muis overheen, heel erg hoog in het verleden gebleken. Er zitten ook enorme klappen tussen. Dus dat moeten ze daar niet rijk door laten rekenen. Van, oh, had ik maar alle geld daarin gedaan. Maar er komt een keer een klap van min 40, min 50% en de helft van hun geld is footsie. Dus dat is enorm riskant. Nou, wat wij dan doen is, ja, we zeggen dus uiteraard dat er niet één strategie consistent goed is. Maar we vinden het wel erg interessant. Ik ga eventjes nog op terug. Om bijvoorbeeld te kijken naar, ja, we doen, zeg maar, als dit bijvoorbeeld de Champions League pool is, hebben we bijvoorbeeld op 1 Bayern München staan en nummer 2 Real Madrid en Manchester United en Liverpool bij wijze van spreken. Ja, we weten niet van tevoren wie er gaat winnen.
En er komt nog een heel rijtje aan, ook met andere clubs, Ajax natuurlijk ook. We weten niet wie er dit jaar of in 2022 de Champions League gaat winnen. Maar ja, we gaan natuurlijk wel vanuit dat het een van de meest goede ploegen van de afgelopen jaren vaak zal zijn. Want er zit ja, heel veel consistentie zit daar ook wel in. Dus hetzelfde zien we ook een beetje met die aandelenrendementen. Dus wel wat consistentie, maar we kunnen niet met 100% zeker zeggen dat Liverpool of Bayern München de Champions League gaat winnen. Ja, we kunnen wel een gevoel ervoor hebben, maar ja, de kans is natuurlijk steeds groot dat het niet gebeurt. Dus ja, als u geld zou moeten gaan investeren of inzetten op welke spelers in de Champions League het beste gaan renderen, dus meeste wedstrijden winnen, ja, dan kan ik al mijn spelers kiezen voor ja, zo'n allemaal Bayern München voetballers bij wijze van spreken of allemaal Liverpool. Maar goed, als dat gebeurt, ja, dan is het heb ik heel groot verlies. Het is natuurlijk veel beter en ook veel ja, verstandiger natuurlijk om wat spelers van Real Madrid dan te kiezen, wat spelers van Bayern München, wat spelers van Liverpool, et cetera. Dus om gewoon van de best scorenden daar een deeltje van te kiezen, in plaats van alles zeggen wel van ja, het moet Bayern München worden. Maar goed, als dat niet gebeurt, dan is het natuurlijk een groot probleem. Dus dat doen we ook met onze screens. We kijken gewoon wat het verleden goed gewerkt heeft. Ja, er is niet één van consistent. Maar we zien wel dat maar door het combineren van de goed scorende strategie in het verleden, dat het toch wel ja, zeg maar in belegstermen alfa te balen is. Maar ten alle tijde met een laag risico, dat probeer ik wel te benadrukken. Dit is een voorbeeldje van een modelportefeuille van onze kant. Dus even kijken om ja, te laten zien wat in onze keuken dan omgaat. U ziet hier diverse aandelen. Het zijn vooral onbekende aandelen. Ik heb het vorige webinar ook al aangehaald dat bekendheid van een aandeel absoluut niet relevant is. Ja, ik zit ook veel op de snelweg en dan zie ik ook steeds vaker bijvoorbeeld de Skoda SUV voorbij komen. Tot een paar jaar geleden wou niemand die auto hebben, want het was onbekend en ver weg en ingewikkeld. Maar het is nu een van de best scorende, meest verkopende auto's. En dat gaat eigenlijk ook met aandelen. We hoeven niet per se, of met auto's, we hoeven niet per se die Volkswagen en die Audi te kopen. Maar een Skoda kan ja, qua prijs-kwaliteit verhouding veel beter zijn. Dus gewoon een lage prijs met een hogere kwaliteit. Dus je moet gewoon puur systematisch bekijken. En als u de aandelen die hier staan wel of niet kent, is ja, is meer romantiek het kennen van het bedrijf. Bijvoorbeeld de CEO of het management, et cetera. Maar wat wij doen, we doen heel robotachtig. Wij filteren gewoon de hele markt. Ik moet wel zeggen dat we alle financials van tevoren uithalen. Onroergoed en financiële dienstverleners, verzekeraars, et cetera. Dat doen ook al andere beleggingshuizen, die van AI bijvoorbeeld, die filteren sowieso direct die financials eruit, omdat die vrij onwaardeerbaar zijn en ja, altijd enfant terrible bij wijze van spreken. Maar kijk naar bijvoorbeeld de Fortis-zaken, ING, ABN AMRO, dat zijn allemaal bokkensprongen die eigenlijk uit het niets kunnen komen, al die systematische financiële risico's. En alle niet-financiële aandelen, die hebben ook gewoon ja, voorraden, hebben een balans. Die hangen zeg maar niet aan de ECB-richtlijnen vast. Dat zijn echt waardeerbare bedrijven, enigszins. Dus die financials gooien we hier al gelijk eruit. Dus u ziet hier in deze tabel in onze modelportefeuille geen financials staan. Dus we hebben die al bij voorbaat uitgedaan. Nou, u ziet hier dus vooral onbekende bedrijven. Maar wat ik zei, die bekendheid is absoluut niet relevant. Wat ik ook net zei, dus heel veel beleggers zitten vaak in Nederland maar te turen naar de AIX-aandelen. Maar het is veel interessanter om, of ja, veel rationeler om die vijver met vissen, om die zo groot mogelijk te maken. Dus ook gewoon naar de Belgische aandelen te kijken, maar ook ja, de Russische aandelen. Je ziet natuurlijk de Russische aandelen voorbij komen. De Amerikaanse aandelen, ja, dat spreekt voor zich. Noorse aandelen, Portugese aandelen. Ja, als het aandeel maar gewoon een lage waardering heeft, bijvoorbeeld op basis van koers-winstverhouding, dividend uitkerend, dat is al super. Wordt steeds unieker trouwens natuurlijk, want koersen zijn al hard gestegen, dus een dividend is altijd heel erg meegenomen. Vooral ook nog gezien de negatieve rente, of extreem lage rente. Een koersboekwaarde die niet al te hoog is. En ja, vooral als het bedrijf echt euro's verdient, dus dat het echt een stijgende omzet heeft. En uiteraard niet te veel schulden. Dus u ziet hier aan de meest rechter kolom een omzet, 2 jaar. Dat betekent zeg maar het gemiddelde groeipercentage van omzet. Ja, dat zijn allemaal groeiende bedrijven. Dus ja, we willen toch wel beleggen in aandelen die, of in bedrijven die stijgende omzetten hebben, maar uiteraard ook niet te veel schulden op de balans hebben. Dus kiezen we ook voor solvabele bedrijven. Dus dit zijn toch maar in onze notendop de bedrijven die het meest getipt worden. Ja, hier, ik was hem vergeten te omschrijven. Dit is de Analyst Pro Top Consensus Screener.
Wat we hiermee bedoelen is, stel de aandeel Coca-Cola wordt door Warren Buffett getipt als goedkoop aandeel, maar ook door JP Morgan of Joel Greenblatt, et cetera, of andere goeroes of ook goeroes uit Europa. Coca-Cola is volgens heel veel modellen ondergewaardeerd. Zeg maar hetzelfde als heel veel beleggers of heel veel voetbalanalisten denken dat Liverpool de Champions League gaat winnen. Ja, is absoluut geen garantie voor, maar het biedt wel iets van houvast. Van ja, wellicht ja, zit een bepaalde voorspelbaarheid toch nog in. Dus als heel erg veel voetbalanalisten ja, denken dat FC Groningen een heel klein bedrijf of een bepaalde voetbalclub ja, een bepaalde goede positie heeft, ja, dan ja, moeten we dat toch niet negeren. Legt een beetje verkeerd uit, maar wat we hiermee bedoelen te doen is als een aantal Coca-Cola in heel veel modelportefeuilles voorbij komt, dus Warren Buffett het koopt en heel veel andere goeroes, ja, dan geven dat iedere aandeel, hoe vaak het in een modelportefeuille voorkomt, 1 puntje. En we tellen gewoon op hoeveel aandelen hoeveel punten hebben. Dus aandelen die het meest worden getipt, die volgens heel veel succesvolle beleggingsstrategieën ondergewaardeerd zijn. Omdat natuurlijk niet eentje de markt kan voorspellen. Maar goed, wel, we kijken wel wat de consensus is van de hele grote groep aan zich. Ja, dan geven die dus punten. En hoe meer punten, dus ja, dan stapelt het allemaal op. En dan kiezen we de top 20 van. En dan komen we in dit geval bij deze aandelen uit. Dat zijn heel veel onbekende aandelen. Maar we doen ook een hele grote bottom-up analyse. Want we kijken naar heel Europa en heel Amerika. Dat zijn bijna 11.000 aandelen ongeveer. En ja, we kennen maar een handjevol aandelen ervan. Kennen we onszelf, Shell, ASML, Unilever, et cetera. Maar het is ook een zee van totaal onbekende aandelen. Maar die onbekendheid is absoluut niet een issue voor de beleggers. Maar goed, stel dat u dit had gedaan, stond uw portefeuille dit jaar een goede 20% in de plus. En het zijn ook wel groeiende bedrijven, want kijken we over 10 jaar bijna ja, 260% winst voor dit mandje aandelen. Over de afgelopen 5 jaar ook 100% zelfs. Maar goed, ook hier, hè, dus wat ik net zei, niemand kan de markt voorspellen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Gasloch, dat is het vijfde aandeel in deze rij vanuit Amerika. Ja, die staan ook gewoon dik op verlies afgelopen 3 jaar, bijna de helft van de koers eraf. Dus ten alle tijde spreiden, daarom maken we ook overzichtjes met 20 aandelen. En als we dan ja, minder aandelen aan de criteria voldoen, dan slaan we gewoon over bij spreken. Want het is gewoon te riskant om in minder dan 20 aandelen te beleggen. Als u vragen heeft, laat u gerust weten uiteraard. Wat ik net op het hart wil drukken, ik heb dit plaatje al vaker in de presentaties gedaan. Ja, is dat uw core van uw portefeuille, ja, uw grootste deel, dat het gewoon echt defensief in de grote ETF-huizen moet zitten. Dus denk bijvoorbeeld aan de Vanguard ETF's, daar betaalt u gewoon de allerlaagste kosten mogelijk voor. Dat is ongeveer 5%, sorry, 5 basispunten. En dat is bijna 30, 40 keer goedkoper dan de grote beleggingsfondsen, die qua rendement absoluut het slechtste doen. Dus dat is heel gênant, maar dus, betekent dus dat dingen die evident beter zijn, ook nog steeds veel goedkoper zijn. Dat is eigenlijk heel frappant in de beleggerswereld. Die eigenlijk vooral bekend staat van heel veel franje en verhaaltjes, maar de hele saaie ETF's ja, die verslaan gewoon het gros van de markt. Dat is echt ja, te goed om te negeren. Ja, wat ik net wil benadrukken, dus dat iedere strategie die of Pim van Vliet zou verzinnen, of uitrekenen natuurlijk, of ik, of iemand anders, is arbitrair. Je kunt nooit zeggen van dat is een consistente strategie die altijd zal werken. Dus er is altijd bepaalde subjectiviteit erin. Want wat wij dus doen, is het hele aandelenspectrum filteren. We gooien, wij spreken alle financials eruit. Maar goed, ja, dat doen we op basis van, ja, omdat ook andere partijen dat ook doen. Maar goed, als je er wel in laat, ja, het kan best goed zijn dat je er wel in laat. Maar goed, wij kiezen er niet voor. Maar goed, ook is die keuze is al arbitrair aan zich. Dat wij dan mandjes maken van 20 aandelen ja, in een portefeuille. Dus niet minder. Als een aandeel screener, als bijvoorbeeld de screener van Warren Buffett over Europa zegt van ja, we zijn 19 aandelen koopwaardig. Maar goed, wij willen natuurlijk minimaal 20 hebben om het ja, investeerbaar te hebben. Dus om het risico te dempen. Ja, dan slaan we dus ook over. Maar goed, die 20 is ook een beetje een verzonnen getal, moet ik eerlijk zeggen. Het kan ook 21 of 19 zijn. In heel veel academische literatuur komt het trouwens wel vaak voor dat zeg maar een soort vuistregel is dat als je meer dan 30 aandelen in je portefeuille hebt,
dat je beta, zeg maar je gemiddelde correlatie met de markt, dat die ongeveer 1 wordt. Dus zo, dat weinig nut meer heeft als je 30 aandelen hebt om dan nog heel veel bij te kopen, dus om nog naar 40, 50 aandelen te gaan. Dan blijft jouw beweging, zeg maar, van de portefeuille, zeg maar, een beetje gelijk. Het risico wordt niet steeds lager door steeds meer aandelen bij te gooien. Dus het optimale punt ligt vaak al rond de 30. Dus nou, wij kiezen dan voor 20 aandelen. En dan, ja, had natuurlijk ook 30 mogen zijn. Dus ja, dat is zeker een arbitraire beslissing. Maar goed, hoe hoger we het aantal maken dan om, zeg maar, minimaal te investeren, ja, hoe kleiner ja, de ja, hoe noem je dat? Het succes is. Want dan heel veel screeners die als we die nu bijvoorbeeld uitvoeren en dan kijken we hoeveel aandelen er in het mandje zitten die, zeg maar, nu ook met deze hard gestegen markt koopwaardig zijn, dan komen we bij sommige screeners maar uit op een stuk of 3, 4 bij wijze van spreken. Ja, dat is natuurlijk absoluut casino werk om daarmee te gaan beleggen om die 3, 4 aandelen te kopen. Want als het ook 1 failliet gaat, dan ja, kunnen ze dat nooit meer compenseren. Dus wij kiezen dan voor die 20. Maar goed, dat is ook een soort gevoelskwestie. Had ook meer of iets minder kunnen zijn. Wat ik nog heel vaak zie is, ik zie heel veel leuke strategietjes altijd voorbij komen van heel veel beleggers, goeroetjes op internet die een superstrategie hebben. Maar goed, als je het allemaal corrigeert voor in dit geval dividenden, ja, die moet natuurlijk wel volledig uitgekeerd worden om het echt appels met appels te maken, om te vergelijken. Natuurlijk heel vaak ingehouden dividendbelasting. Ook bijvoorbeeld met Noorse aandelen waar ik net over had, of met Duitse. Het is altijd nog een hele tour om het überhaupt allemaal terug te krijgen. Of via uw broker, of als het niet via de broker kan, dan moet er een apart formulier voor worden ingevuld. Maar er zitten nog heel veel extra kosten aan per opvraging van het dividend. Dus als u 5 aandelen uit het buitenland heeft en u kunt het niet via de broker terugkrijgen, maar u moet het bijvoorbeeld via een externe partij doen, dan bent u dan nog een vermogen kwijt aan kosten. Ik heb vaak gehoord dat u bij wijze van spreken meer dan 1 ton in een aandeel moet zitten. Wil het rendabel zijn om u ingehouden dividendbelasting, het restant wat nog ontbreekt, om dat terug te krijgen. Dus dat zijn heel erg veel haken en ogen aan. Want ik zie natuurlijk heel veel leuke overzichten voorbij komen met hoge dividendrendementen. Maar goed, als puntje bij paaltje komt, dan zijn die rendementen natuurlijk veel, netto veel lager. Want er zit heel veel ingehouden dividendbelasting in die gemist wordt. En uiteraard de liquiditeit. Hè. Ik zie heel, vooral met derivatenstrategieën, zie ik heel veel spannende verhalen van wel, we hebben 20, 30% per jaar gemaakt. Maar goed, als je dan kijkt hoeveel liquiditeit er was. En heeft misschien in 1 keer een periodetje even goed gewerkt, maar dat mag niet klakkeloos worden doorgetrokken, want liquiditeit is ook gewoon een vereiste voor aandelen. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die gewoon een rol enorm spelen bij een succesvolle aandelenstrategie. Dus daar moet je dat heel erg conservatiever zijn. Dus gewoon wel aandelen te kiezen die bepaalde liquiditeit hebben. Dus bijvoorbeeld meer dan 100 miljoen aan marktkapitalisatie. Geen gedoe met dividendbelasting, want je moet jezelf niet voor de gek houden. Je moet altijd maar wat voor corrigeren. Als iets maar een bruto dividend heeft van 2%, of van, ja, dan moet je even eerlijk rekening houden dat het maar misschien, ja, misschien de helft kan zijn. Hè. Dus dat moet je niet te veel rijk rekenen hiervoor. Dus alle strategieën die ook wij ja, berekenen de hele dag, en ook wat Robeco doet natuurlijk, dus altijd wel iets op aan te merken van ja, we zouden iets meer zo of zo doen. Ja, ik moet u teleurstellen dat ik met dit webinar geen gouden strategie kan gaan aanreiken die altijd in het verleden goed heeft gewerkt. Dus dat zit helaas niet in. Ik heb hier nog een zijstapje naar de S&P 500, wat eigenlijk gewoon echt wel de benchmark is voor de markt. Er zijn natuurlijk vooral ook bedrijven die wereldwijd actief zijn. Ja, u ziet hier al prominent staan. Maar goed, die hele S&P 500 is kapitaalsgewogen. Dat betekent dat de grote bedrijven, in dit geval Microsoft, Apple, ja, u ziet er staan Amazon, Google, Facebook, enorm hard wegen. Stel dat er eentje van, ja, een harde koersdrum krijgt of heel erg omhoog gaat, ja, dan beweegt de hele index daarop mee. Die andere 480 aandelen, de 20 wegen heel zwaar, die andere 480 die bungelen een beetje omheen. Ja, dus het is eigenlijk heel een irreële index is dit. Maar goed, hetzelfde zie je ook in Nederland met de AEX. AEX heeft behoorlijk ingeleverd de afgelopen jaren. Dat was eigenlijk kommer en kwel, ook natuurlijk vooral door de koersdreun van Shell. En Shell was natuurlijk ook een van de grote zwaargewichten. Nu is de AEX weer hard omhoog. Ja, waar komt het door? Door ASML natuurlijk, die heel erg zwaar weegt. Dus het is ook heel veel afhankelijkheden met een kapitaalsverhoogde index. Dat is altijd suboptimaal. Dus wat wij doen is met onze modelportefeuille is dat we het geld verspreiden over 20 aandelen. En niet iets meer in de een of iets meer minder in de ander. Maar gewoon alles evenredig om, zeg maar, wat meer te spreiden en niet van die irreële verdelingen te hebben qua risico, wat u hier ziet in deze taartdiagram, waar
een paar aandelen een heel groot deel van de taart beslaan. En een heel groot gros, wat niet eens leesbaar is, is ja, voor spek en bonen bij wijze van spreken erbij. Dat is even een zijstapje voor mijn kritiek op de kapitaalsgewogen indices. Ja, als wat ik net zei, we zijn heel erg bottom-up gedreven. We kijken gewoon puur naar de hele markt. We filteren de financials eruit en we pakken bepaalde criteria zoals koers-winstverhouding, omloopsnelheid, omzetsnelheid, winstgevendheid, etc. Maar we kijken echt 0,0 naar macro-economische variabelen, bijvoorbeeld werkloosheid of inflatiecijfers, etc. U ziet hier een puntenvolkje staan van de bekende econoom Ivan Snuur uit Vlissingen. Hij schrijft onder meer voor beleggersbelangen. En hij heeft hier ja, wat correlaties laten zien tussen bepaalde asset classes, dus bijvoorbeeld grondstoffen, maar ook grondstoffen, of pardon, ja, wel grondstoffen, beleggingscategorieën, wat nog meer tussen obligaties, aandelen. En ja, er zit eigenlijk niet echt een goede lijn op te trekken, zeg maar, van ja, wat een bepaalde voorspelbaarheid genereert. Het lijkt eigenlijk op dat al die macro-economische cijfers, dat zie je trouwens ook toch aan de beleggingsfondsen, heel erg op macro-economische cijfers rusten. En hun performance gigantisch. En dat ook gewoon uit de academische studies blijkt dat die macro-economische cijfers toch een beetje als ruisen worden gezien. En absoluut niet als goede indicator. Stel dat er komen hele goede Amerikaanse cijfers uit van de Amerikaanse economie. Dan moet je dan per se diverse individuele aandelen uit Amerika kopen. Ja, niet per se natuurlijk, want dat zijn maar kleine puntjes in een hele grote wolk. Die niet per se daardoor beïnvloed worden. Dus macro-economische cijfers zijn leuk om te volgen, maar wat wij doen en wat al die, ja, die robotachtige beleggers doen, zoals wij, is absoluut niet relevant. We kijken gewoon puur naar de waarde van de aandelen en that's it. En geen macro-economische toestanden. Pardon, ik had net gegeten. Ja, wat ik net zei, ik had nog een uitstapje gemaakt naar de bekendheid van een aandeel. Ja, dat klinkt ook heel romantisch. Als wij als Nederlanders bijvoorbeeld Shell willen kopen, ja, we weten waar het hoofdkantoor stond, helaas. Of Unilever ook stond. Dat zijn ook dingen waar wij een bepaald gevoel mee hebben, want die producten zien we in de supermarkt, et cetera. En op de snelweg zien we Shell. Dan denken we van, oh, dat is kwaliteit. Ja, natuurlijk, ja, is natuurlijk ook zo. Maar als wij bijvoorbeeld een vakantie willen boeken ergens heen en we gaan naar booking.com bij wijze van spreken of een andere zoekmachine daarvoor. Ja, en we zien dat we op die rating staan. En al die hotels, ja, uiteraard, niemand kent ze natuurlijk. Wij zijn allemaal natuurlijk leken, er zijn natuurlijk duizenden hotels. Misschien veel meer natuurlijk. Maar er zijn ook duizenden aandelen. En ja, die bekendheid is absoluut relevant. Als ik bijvoorbeeld morgen naar Polen zou gaan, ik zoek een hotel. En dan kies ik gewoon, is het rationeel om te kiezen voor een hotel met de hoogste rating, bij wijze van spreken. Of een van de hoogste ratings. Of als een hotel bijvoorbeeld juist een hele slechte rating heeft. Ja, er zijn toch wel goede indicatoren. Om dat er maar wel op te vertrouwen dat het geen onzin is, bij wijze van spreken. Dus nou, op die manier kun je gewoon onbekende zaken gewoon ja, toch volgen. En die hele bekendheid ermee is absoluut meer romantiek dan dat het echt relevant is. Ik heb hier nog een heel schokkend plaatje waar ik eigenlijk in iedere presentatie naar voren wil brengen. Is, ja, ik had al heel veel kritiek op beleggingsfondsen, actieve beleggingsfondsen. Dit plaatje dat komt bijna ieder jaar uit door de S&P, Standard & Poor's, Dow Jones indices. Zij bieden dus deze indices aan en ze vergelijken dat met de actieve beleggingsfondsen. Maar goed, als een actief beleggingsfonds gewoon de markt verslaat, ja, dan is het gewoon, heeft het heel veel bestaansrecht. Want het heeft en heel veel kosten, maar het is wel levensvatbaar, want het biedt toegevoegde waarde. Als we hier met de muis, ik zal het nog proberen te analyseren, als we hier kijken, dit betekent de falingspercentages van actieve beleggingsfondsen versus over diverse categorieën, dus in dit geval S&P 500, S&P 300, de grootste Europese bedrijven in Europa. Als we dat vergelijken met de actieve fondsen die in dit segment zitten, dan verliest al de helft van de index. Gaan we verder naar rechts, dan zien we al dat 70% verliest. Gaan we verder naar rechts. 5-jaarsbasis 80%, ja, op 10-jaarsbasis komen we bijna tot de richting de 100% uit. Ja, waar komt dat door? Ja, de reden is vrij simpel. Beleggingsfondsen hebben enorme kosten met zich mee. Ja, die moet u onherroepelijk betalen. Ook al gaat uw fonds omlaag, moet u nog steeds over uw kapitaal een afdracht doen. Dus ook al heeft u al een negatief rendement, moet u alsnog gaan bijbetalen. Ik zeg dat een beetje als, ja, u brengt uw auto naar de garage en voor een APK. U krijgt een hele grote rekening mee, maar ze hebben het motorblok eruit gehaald, bij wijze van spreken. En ze zeggen van ja, het is niet helemaal zo, want bij de buren hebben ze de auto opgeblazen en buurschade nog minder. Want als we met onze benchmark vergelijken, doen we het beter.
bla bla bla, maar u moet toch betalen. En het gaat ook met beleggingsfondsen zo, want ook al verliest uw beleggingsfonds 20%, moet u toch nog steeds die enorme beheersvergoeding betalen. Zakt u nog verder het moeras in. Dus hoe verder we naar het verleden gaan, hoe meer u ieder jaar moet afdragen, hoe schokkender deze resultaten zijn. Dat is ook een van onze drijfveren van, u kunt dan beter zelf bottom-up gaan beleggen, gewoon zelf daar touwtjes in handen nemen. Excuus. Uiteraard heel erg gespreid. Maar ja, daardoor kunt u wel veel beter beslaagd ten ijs komen dan uw geld in beleggingsfondsen steken die, ja, of zo koers stijgen of dalen. Dus u moet sowieso daar geld voor afdragen. Dus dat is nooit een goed alternatief geweest, in ieder geval in het verleden gebleken. Ja, hoe moet u dit kaderen, onze strategieën? In ieder geval het, of ook, het verhaal van Pim van Vliet, bij wijze van spreken, de aandelenstrategieën. U ziet hier onderin al de no-go staan. Dat zijn dus vermogensbeheer, bepaalde alertsystemen, dat was u een seintje krijgt als de AIX morgen stijgt of daalt. Ja, dat is allemaal flauwekul. Techanalyse, ja, daar worden weinig mensen beter van, behalve de aanbieders, tot nu toe gebleken. Dito beleggersfondsen, dat zijn ook altijd dure grappen. Dus u ziet verder, hoe lager we komen, hoe hoger de kosten zijn, hoe lager de rendementen. Vaak ook negatieve rendementen. En hoe hoger we komen, hoe lager de kosten, maar ook wel hoe hoger de rendementen. Dus dat is eigenlijk veel interessanter. Dus zo moet je dit in perspectief met elkaar zien. Wat ik net zei, waarom zitten we altijd te hameren op heel veel aandelen in een portefeuille nemen? Dus we zeggen altijd in die mandjes moeten minimaal 20 aandelen zitten, want anders is het risico veel te groot. Stel dat u bijvoorbeeld in een groepje aandelen zit met 5 aandelen, bij wijze van spreken, en er gaat er één van failliet. Bijvoorbeeld blijven er 4 op 0% staan, maar eentje gaat met de muis eroverheen en heeft een verlies van min 20%. Dus als u 1000 euro had geïnvesteerd over die 5 aandelen, ja, dan heeft u nog 800 euro over. Moet u dan weer 20% behalen om weer op dat niveau te komen? Nee, dan moet u zelfs 25% rendement behalen. Dus u moet al veel hoger rendement behalen dan uw verlies relatief was. Want ik hoor heel vaak het verhaaltje, bijvoorbeeld op het journaal, op de radio. De AIX verloor gisteren 2% en wint vandaag 2%. Dus min 2% plus 2%. Alsof dat hetzelfde is. Maar absoluut, het is niet zo. Want ja, voer de berekening maar uit in Excel. Dat is altijd nog minder dan het verlies. Dus komt op neer dat als u bijvoorbeeld een keer een flinke klapper maakt omlaag, u verliest 50% van uw geld door in een klein groepje aandelen te zitten. Gaat van uw 1000 euro geïnvesteerd, heeft u nog 500 over. Moet u dan 50% halen om het op hetzelfde niveau überhaupt te komen? Want als u 50% haalt van die 500, komt u op de 750 euro uit. Staat u nog steeds op zwaar verlies? Nee, u moet het zelfs al 100% halen om überhaupt weer op hetzelfde niveau te zitten. Dus dat is al, ja, onhaalbaar. Dus ten alle tijde is spreiden, spreiden, spreiden en nog eens spreiden. Ja, door de jaren heen altijd het enige wat echt een consistente les is, zeg maar, voor beleggers of een consistente raad. Want je ziet hoe ver het gaat en vooral wat we nu zien met al die crypto toestanden, met van die astronomische rendementen. Nou, je zou maar een keer 75% verliezen. Ja, dat kan heel goed met de cryptomarkt, want die uitslagen zijn erbij en dagelijks wat te zien, dat het echt alle kanten op gaat. Vooral met van die kleine muntjes, maar ook met aandelen geldt natuurlijk ook zo, hè? Hoe kleiner, hoe groter de volatiliteit. Stel u zou een keer 75% verliezen met een bepaalde positie, ja, dan moet u überhaupt al 300% rendement maken om überhaupt weer op hetzelfde niveau te komen. Dus ja, dat is een astronoom. Dan kunt u beter naar de casino gaan, bij wijze van spreken. Ja. En u weet al hoe laat het dan is, dus dat is echt, altijd moet dat vermeden worden. Dus altijd heel veel spreiden, spreiden, nog eens spreiden. Ik val wel erg in herhaling, maar goed, ik heb zelf al stage gelopen bij ING en Robeco. En ik heb daar de drama's meegemaakt dat beleggers ook nog in futures gingen handelen. En dan ging het alleen maar goed. En dan nog een poedopties schrijven. En ging ook nog goed. Of wonnen nog meer en nog meer. En uiteindelijk ging het niet goed en moesten ze hun huis verkopen. En dat soort voorbeelden zijn er genoeg te vinden. Want de meeste beleggers die dat vertellen, het zijn allemaal succesverhalen. Maar alle drama's, die worden uiteraard niet verteld. Dat is eigenlijk met alles zo. Iemand zal altijd zeggen van dat hij een goede auto heeft, maar alle ellende met de auto's, daar hoor je mensen natuurlijk weinig over. Hetzelfde geldt dus ook op de beurs zo, hè? Dat is precies hetzelfde. Wat ik net zei, ja, we kunnen dus bedrijven onderscheiden qua grootte. We noemen het vaak de megacaps, midcaps en smallcaps. Wat ik net zei, die smallcaps, gaat met de muis overheen, zitten het meeste risico in. De midcaps wat minder en de megacaps, ja, ook, die zijn van defensiever. Maar kunnen ook fiet gaan natuurlijk, maar zijn doorgaans wat stabieler qua koersje. Wat ik net zei, gemiddeld gezien gesproken wel het hoogste rendement zitten bij die small caps. Dus ik zie hier zo, gaan we met de muis eroverheen. Moeten we dan geld gaan investeren in die ETF's op small caps? Ja, het zou leuk zijn, maar
Wat ik ook net zei, of misschien nog niet heb gezegd, is dat die liquiditeit van die small caps, die gaan als bijvoorbeeld via een veiling of worden soms in de week helemaal niet gehandeld. En die ETF's, dat zijn echt soort olietankers. Die hebben echt zo ontzettend veel miljarden nodig om te investeren. Of ja, die moeten een enorme diepe markt hebben om in te investeren. Dus die investeren vooral in de S&P 500, in de AEX, in de DAX, in de Dow Jones, et cetera. Maar hoe kleiner de aandelen zijn, hoe minder ETF's erin zitten. Terwijl het natuurlijk wel juist een heel interessante markt is, omdat de gemiddelde rendementen juist zo hoog zijn. Tenzij u natuurlijk wel heel erg veel spreidt. Even dat volgende plaatje erbij plukken. U ziet hier een soort verhouding staan. Hoe verder we hier naar links gaan, zijn de rendementen van de Amerikaanse markt van 1926 tot 2014. Het is alweer een niet up-to-date plaatje uit mijn hoofd van Mabane Faber uit Amerika. Hoe verder we naar links gaan, hoe hoger de rendementen worden. Als we helemaal naar links gaan, zitten we in de microcaps. Ja, dat zijn hele kleine aandeeltjes. Dan zit je bijna op crowdfunding niveau, bij wijze van spreken. Ja, goed, daar zitten altijd bedrijven tussen die omhoog exploderen, bij wijze van spreken. Ja, we hebben er genoeg voorbeelden van. Maar goed, hoe verder we hier naar rechts gaan, hoe lager de rendementen worden. Nog steeds positief hoor, relatief gezien. Maar we zien dus echt dat kleinere aandelen gewoon echt een small cap premie hebben. En dat is natuurlijk heel erg interessant. Maar goed, het is eigenlijk alleen interessant als u dat echt heel erg spreidt. Ik zal nu wat tempo maken, want ik zit een beetje te ver uit te weiden. Wat ik net aangaf bij die S&P 500 taartdiagram, die is heel volledig kapitaalsverhogen. Dus dat betekent dat de grootste bedrijven het zwaarste wegen. Dito geldt ook voor de AEX. Dat is ook gewoon ASML, Adyen, ja, in de tijd Shell, Unilever, ING, wat de klok slaat. En die andere 20 bedrijven die doen eigenlijk veel, veel minder zwaar mee. Het is eigenlijk veel interessanter om gewoon alles evenredig te laten wegen. Dus dat doen wij dus ook met onze mandjes. Dat doet Robeco waarschijnlijk ook met hun mandjes. Dat ze dat overal, als ze 20 aandelen willen kopen, dat ze er overal 5% in doen, bij wijze van spreken. Dus om het risico goed te dempen, dat niet zeggen van we doen meer in aandeeltje 1 dan in aandeeltje 2. Want dan krijg je ook een soort actief beleggingsbeleid. Doe het gewoon systematisch op een robotmanier, gewoon overal een klein beetje in. En op die manier probeer het risico verder te dempen. Ja, als je dan echt bij die jaarverslagenanalyse uitkomt, dan ja, verdrink je daar echt in. Want wij downloaden ook bijna alle jaarverslagen. We hebben er ja, iets van 20.000 al op de website staan. Ik moet zeggen, het is leuk als achtergrondinformatie, maar om daar actief door te gaan lezen, dan ja, verdrinkt u daarin. Het aantal financiële termen wordt ja, ieder jaar uitgebreid en eigenlijk niet doorheen te komen. Terwijl het alleen maar om een paar dingetjes gaat. Het gaat om de balansgegevens, de resultatenrekening en het kaststroomoverzicht. En dan bent hij als belegger eigenlijk al helemaal klaar. Dus dat doen wij dus ook. En alle andere toestanden, zoals EBITDA, of al die andere verzonnen dingetjes, die negeren we eigenlijk volledig. Want uiteindelijk is er maar één rode draad waar het beleggen voor in ieder geval voor bedrijven om gaat. Verdient een bedrijf meer of minder geld? Dat is eigenlijk in korte lijnen waar het om gaat. Dus wat we dan doen is, we pakken alleen de belangrijkste dingen eruit. Dus ja, we zijn in ons spectrum met Europa, Amerika, deel van Azië natuurlijk, misschien wel meer dan 100.000 aandelen met een minimale liquiditeit die interessant zijn om te kopen. Maar goed, daar verdrink je natuurlijk volledig in. Als je zou maar een paar aandelen per dag willen analyseren, ja, dan ben je 500 jaar bezig, bij wijze van spreken. Dus dit moet gewoon op een systematische manier. We zitten wel in een hele grote vijver, maar ja, hoe kun je die vijver überhaupt in kaart brengen? Dus ja, wat wij dus doen, we gooien eerst de financials eruit. En dan gaan we gewoon de boel filteren. In ieder geval, ieder screener filtert op haar of zijn manier. In dit geval bijvoorbeeld dus op basis van aandelen met de laagste koers-winstverhouding, een hogere omzetgroei, een bepaalde winstgroei, bijvoorbeeld een gemiddelde winstgroei van meer dan 20% over afgelopen 3 jaar. En dan krijg je steeds meer kwalitatief betere bedrijven uit de filter. Uiteraard wordt die filter steeds kleiner, hè? Want als we aandelen en gaan filteren op dividend en op omzetgroei, et cetera, dan wordt het steeds minder. Het aanbod. Dus de vijver wordt steeds kleiner wat we eraf halen, wat we overhouden. Dus ja, en dat verhoogt wel het risico natuurlijk, want we moeten natuurlijk nog steeds wel genoeg aandelen hebben om te investeren. Dus dat is eventjes een grote ja, wat ik wil benadrukken. Ja, hoe we dan verder moeten kaderen. Ja, u kunt het gewoon met voetbal vergelijken, hè? Want uw beleggingsportefeuille moet ook gewoon meerdere componenten bevatten. Want als een voetbalteam bijvoorbeeld alleen maar aanvallers zou hebben, ja, dan kunnen ze misschien wel veel goals scoren, maar krijgen heel veel tegen. Dus er moet een bepaalde balans in zijn. Dus
En verdedigers en aanvallers en een keeper, et cetera. Dus dat zijn blijven mijn vergelijkingen met voetbal. Er moet ook wel daar spreiding in zijn. Dus wij kiezen er ook gewoon een hele rits aan aandelen uit. En dan verspreid over 20 aandelen. En ja, spreiden, spreiden. En je ziet het ook met voetbal natuurlijk. Hè. Anders, ja, we zien ook bijvoorbeeld teams met alleen maar spitsen lopen, bij wijze van spreken. Je ziet hier rechtsboven Westbrook Gay uit Amerika. Die is heel erg fan, of ja, hij heeft ook aangetoond waarom hij fan is van de koers-kastroomverhouding. Ik heb heel vaak aangeduid de koers-winstverhouding. Die koers-winstverhouding wordt vaak gezien als de meest leidende indicator voor aandelenrendementen. Maar blijkt dat de koers-kastroomverhouding nog veel beter is. Want de koers-winstverhouding is natuurlijk afhankelijk van de winst. Winst kan op een moment heel erg hard omhoog schieten of heel hard omlaag gaan. Door eenmalige baten en lasten, of door afschrijving of eenmalige toestanden. En de kaststroom is eigenlijk veel waarheidsgetrouwer hoe het echt met het bedrijf omgaat. Als we bijvoorbeeld vergelijking maken tussen koers-kastroomverhouding en koers-winstverhouding, zien we eigenlijk veel meer voorspelbaarheid en ook hoge rendementen voor de aandelen met lage koers-kastroomverhouding dan aandelen met lage koers-winstverhoudingen. Wordt een beetje technisch, maar ja, u kunt het onderzoek makkelijk downloaden. Het heet Winning the Horse Race. Zo via SSRN kunt u het gratis downloaden. En dan ziet u dus dat de mandjes met aandelen met lage koers-kastroomverhoudingen ja, het gewoon beter doen dan bijvoorbeeld een book-to-market ratio of bijvoorbeeld met de EBITDA-ratio. Dus daarom zijn wij ook heel erg fan ervan. Dus wat wij doen, ik zal even tempo maken, want ik ben al door de tijd heen bijna. Wat ik net zei, in dit geval van de top 20 screeners, we kijken ieder jaar naar de best presterende screeners van een jaar, zoals Warren Buffett het goed gedaan heeft, of Piotr Trotsky heeft het goed gedaan, of een andere grote groep. We kiezen de top 20 van en we willen die zeg maar behouden naar dit jaar. Dan hebben we bijvoorbeeld 500 aandelen die in die mandjes zitten, van die meerdere groepen goeroes. Natuurlijk, dat is oninvesteerbaar, want we willen niet aanraden om 500 aandelen te gaan kopen, maar dat is gewoon in de praktijk ja, onuitvoerbaar. Dus ook daar maken we dus groepjes van 20 aandelen van. En ja, hoe doen we dat dan? We gooien alle aandelen op een hoop en we gaan ze gewoon filteren heel simpel op de koers-kastroomverhouding. En dan krijgen we een top 20 houden van over en that's it. En die zetten we dan in onze modelportefeuille. Dus we moeten het eigenlijk niet moeilijker maken dan het is, want heel veel strategieën kunnen ook heel veel aandelen opleveren. Maar goed, u gaat toch ook niet 80 aandelen kopen van een bepaalde strategie. Want dan bent u dus ook uzelf aan het ge of gek aan het houden, wat ik net zei. Dat is maar het break-even punt, de vuistregel dat als u meer dan 30 aandelen koopt, dan heeft u al zeg maar uw maximale risico bereikt. Dus uw bewegelijkheid van uw portefeuille wordt niet echt veel verlaagd door nog een keer heel veel aandelen bij te kopen. Rond de 30 is een beetje het punt waarin die volatiliteit gelijk blijft. Dus u kunt u voorstellen dat als u maar één aandeel heeft, enorm bewegelijk. Met twee wordt al iets lager, met drie wordt iets lager, 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 lager. En tot rond de 30 wordt het niet meer lager, dan blijft het ongeveer op dat niveau. Maar dat een beetje een soort vuistregel zat hoor. Dus dat moet ik niet helemaal zwart-wit overnemen. Dus heel veel screeners, ja, die kunnen bijvoorbeeld zeggen van ja, we kiezen de aandelen met een lage koers-winstverhouding, hoge omzetgroei, weinig schulden, et cetera. En u houdt bijvoorbeeld ja, 600 aandelen over. Ja, dat is ook krankzinnig. Wat wij dan doen is, we romen het af op puur de aandelen met de laagste koers-kastroomverhouding. En dat is onze vaste ding wat wij doen. Wat ik net zei, hè, blijft altijd met voetbal de boel vergelijken. Champions League dit jaar. Ja, geen idee natuurlijk wie Champions League gaat winnen. Maar goed, we kunnen wel zeggen dat vaak altijd wel een beetje uit de vaste groep goede clubs zijn uit het verleden. Dus ja, wat zijn clubs die in het verleden vaak hebben gewonnen? Natuurlijk Chelsea, Bayern München, Liverpool, Inter, AC Milan, Real Madrid, Barcelona. Dat zijn een beetje de vaste clubs die in het verleden ook goed hebben gepresteerd. En die ook vaak in het groepje van winnaars zaten van de Champions League. Wel een daarvan won de Champions League natuurlijk. We kunnen natuurlijk niet, als we nu gaan zeggen van ja, het zal wel Liverpool worden. Ja, goed, als het niet gebeurt, dan is het een beetje kop of munt. Dan, ja, of zwart of rood. Dat is gewoon puur gok daarop. Dus eigenlijk veel eigenlijk, als wij moeten kiezen naar welke spelers, zeg maar, als we dat aandelen noemen, welke spelers de Champions League gaan winnen dit jaar. Ja, dan zou ik bijvoorbeeld, in ieder geval hoe wij het dus doen met een beleggersportefeuille, gewoon een heel ritje van Bayern München kiezen, een stukje van Liverpool, een stukje van Arsenal, et cetera. Gewoon ook daar weer in te spreiden en niet zeggen van het zal team A of B worden. Ja, dat is even een uitstapje naar het internationaal beleggen. Dus ja, raden ze u aan bijvoorbeeld een Poolse aandelen te kopen of Noorse, ook al zijn die totaal onbekend.
Ik zal even een vraag vertellen voor Arash. Ik druk de beleggers al 100 keer in de presentatie op het hart om heel erg te spreiden. Ook internationaal te spreiden. Kunnen jullie wat zeggen over welke aandelen jullie aanbieden? Ja, bij ons is het in principe inmiddels het Trader Workstation handelsplatform. Ik zal ook even omschakelen qua beeld naar het Trader Workstation handelsplatform. We kunnen dat even tonen. Even naar het andere beeldscherm. Even kijken. Ja, dit beeldscherm moet ik hebben van ons Trader Workstation handelsplatform. Dit is dus onze handelsplatform betreffende fysieke aandelen, opties, ETF's en allerlei andere producten die je zojuist besproken hebt. Het is dus hier echt mogelijk om wereldwijd op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd van alle mogelijke effecten te handelen. Bijvoorbeeld, je had het eerder in je presentatie bijvoorbeeld over Microsoft aandelen. Hier rechts kunnen we dan heel makkelijk in onze favorietenoverzicht Microsoft intypen. En dan gaan we even kijken naar de beschikbare effecten. Wij zien hier dat uiteraard de aandelen beschikbaar zijn, uiteraard op de Nasdaq. We hebben dus echt toegang tot 135 beurzen wereldwijd, dus alle beurzen, waaronder ook de Nasdaq. Door dit vervolgens te selecteren, kunnen we hier rechts krijgen we een klein overzichtje te zien van alle beschikbare producten. We kunnen aandelen, opties, CFD's enzovoort enzovoort, allerlei producten. In dit geval dus de aandelen. En dan zien we heel gemakkelijk hier in ons grafiek dat we in dit moment, op dit moment Microsoft aan het bekijken zijn. En hier linksboven kunnen we dan voor ons een koop- of een verkooporder plaatsen. Qua tarieven uiteraard ook heel erg gunstig. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld Nederlandse aandelen te kopen vanaf 1,90 euro transactiekosten. En bijvoorbeeld ook Amerikaanse aandelen vanaf 1 cent per aandeel. Oftewel met een minimum van 1 euro, van $1,90. Dus wat dat betreft is alles handelbaar, ook heel erg gunstig. En ja goed, dit is dus het handelsplatform Trader Workstation. Zijn er in dat geval eventueel vanuit jouw kant vragen of eventueel nieuwsgierigheden met betrekking tot Trader Workstation of de producten? Kun je misschien wat aantonen, want ik zit ook heel vaak de beleggers op het hart te drukken om in ETF's te beleggen. Ja. Wat jullie aanbod is van de grote ETF's, de Vanguard, ja. SP500. Ja, uiteraard. Dan gaan we even naar de Vanguard kijken. Een veelgekochte ETF. Dan geven we Vanguard in. Dan gaan we vervolgens even kijken naar de verschillende funds. Uiteraard ook de ETF kijken. Dan zien we hier bijvoorbeeld een Vanguard Midcap ETF, uiteraard ook beschikbaar. Door een dubbelklik erop te doen, kunnen we hier een selectie maken. En vervolgens kunnen we die ook uitgebreid handelen. Op dit moment zitten we in een demo-omgeving, is die helaas niet beschikbaar, maar uiteraard bij een echte rekening is die wel beschikbaar. Ja, en op die manier dus ook uiteraard de ETF's handelbaar. Kunnen we ook even kort naar onze transactiekostenoverzicht kijken. Als we op onze homepage gaan, dan gaan we hierboven op Trader Workstation. Zonder erop te klikken, dan openen zich een aantal submenu's. En hier links bij producten, commissies, vinden we een mooi overzicht van alle handelbare producten en de bijbehorende transactiekosten. En zo zien we dus dat aandelen en ETF's zelf de kosten hanteren. En uiteraard zijn die dus ook gewoon handelbaar op het Trader Workstation handelsplatform. Ronald, wil je nog verder gaan met je presentatie? Ja, dan draai ik dit beeld over. Ik moet ook een kort stukje toevoegen. Ja, zeker. Dan draag ik nu het beeld over. En nog een blik. Als het goed is, kun je dat nu aangeven. Om het beeld te... Even kijken. Ja. Ja. Okay, ja, we zijn er weer. Ja, ja helemaal goed. Prima. Ja. Ik zie dat we qua tijd al behoorlijk te ver zijn doorgeschoten. Ja, deze presentatie is natuurlijk wel vrij saai. Want ik ben meer over theorie bezig geweest. Ja, waar ik dus met klem wil benadrukken dat het niet één strategie is die
succesvol consistent is. Dat is absoluut een utopie. Maar goed, we gaan dus over die Champions League voorspelling doen. Ja, dat het team A of B is, dat is een veel te riskante voorspelling. Dus als we hier bijvoorbeeld aandelen moeten kiezen, ja, dan kiezen we natuurlijk liever een hele rits aandelen uit. Zo. Hetzelfde geldt ook voor de Champions League spelers. Natuurlijk als we de winnaars moeten kiezen, dan kiezen ze liever een groepje van diverse clubs uit dan zeggen dat het A of B is. Dus zo moet je het ook met beleggen zien. Wat ik net in het begin liet zien, dat Warren Buffett's modelportefeuille ook gewoon ja, heel erg goed scoorde. Maar ook gewoon in een of ander jaar, 2008 natuurlijk, 30-40% kon verliezen. Dat ja, kan heel lang goed gaan, maar in één keer kan zo'n screener ook gewoon heel erg de mist in gaan, bij wijze van spreken. Dus gewoon, ja, de coronacrisis heeft ook genoeg duidelijk gemaakt dat de bal rond is. Ook met beleggen natuurlijk. Dus niet één strategie die ik zou willen aanraden van dat is een goede, bij wijze van spreken. Dus wat wij doen is, wij combineren gewoon wat in het verleden goed heeft gewerkt. En daar kiezen we gewoon een combinatie van en that's it. Dus wat ik hier aangaf, ja, welke van deze jongens gaat Champions League winnen? Ja, ik durf niet te zeggen, maar als ik bijvoorbeeld 100 euro zou moeten op tafel leggen om de winnaar te kiezen, ja, dan kan ik wel Messi kiezen, bij wijze van spreken. Maar ik zou liever overal wat geld inzetten. Ja, ik weet niet of het heel zinvol is, maar dan zit ik wel dichterbij dat ik een winnaar heb, dat ik de eindwinnaar heb, zeg maar. Dus wat wij dan doen is, met onze aandelenscreeners, dan kiezen we gewoon de beste screeners bij elkaar. Die zetten we bij elkaar neer. De beste screeners bedoelen we met qua rendement dat vorig jaar, zetten we bij elkaar neer. En dan kiezen we daar ook weer die top 20 uit, die dus afgeroomd is op basis van die koers-kastroomverhouding. Komt zo meteen op de rendementen ervan aan, maar dat is ook de proef of de pudding waar het over gaat. En een andere hele interessante is gewoon puur de aandelen te kopen die het meest wordt getipt. Dus als een aandeel heel vaak door Warren Buffett wordt aanbevolen, of door Piotr Roski. Ja, dan worden die vaker genoemd, krijgt meer punten. En we kiezen een aandeel met de meeste punten, de top 20 daarvan. Ja, wat zijn daar dan rendementen van? In dit geval dus, dit zijn dus de aandelen die het meest worden getipt. Ook al ja, zit hier bijna geen bekende tussen. Het zijn ook allemaal echt overzeese bedrijven, ook Russische bedrijven weer, Amerikaanse bedrijven. CSX uit Amerika, transporteur, zal een van de meest bekende zijn. Ja, dit zijn natuurlijk ook winnende bedrijven. Je ziet hier bijna rendementen over de afgelopen 10 jaar bijna van 870% bijna ongeveer. Je ziet hier dat we natuurlijk uiteraard de voorkeur hebben voor dividendrendement, gemiddeld 2%. Maar goed, dan moet je altijd met een korreltje zout nemen, van met internationale aandelen is lang niet alles echt bruto, is dan ook netto. Er gaat echt wel een hoop van het bruto rendement nog af. Maar goed, ieder dividend ontvangen is natuurlijk meegenomen, vooral in deze tijden. Ja, wat deze aandelen ook op gemeen hebben, dat ze gewoon omzetgroeiend zijn. Allemaal dus met ja, groeiende bedrijven. Dus geen krimpende bedrijven. En uiteraard ook genoeg eigen vermogen. Maar goed, het zijn allemaal weer onbekende bedrijven. Vooral onderin. Russische bedrijven. Yandex zie ik er weer voorbij komen. Ketty uit Polen. Ook allemaal totaal onbekend. Maar goed, dat maakt op zich helemaal niet uit. Wat ik net zei, die vergelijken met die Skoda. In het verleden bijna niemand wil hebben, maar goed, nu een van de best verkopende is zelfs, of de Dacia Duster, waar allemaal aandelen die maar als minder waardig werden gezien, of überhaupt onder de radar zaten. Maar goed, als je die gewoon qua prijs-kwaliteit naast elkaar zet, ja, die scoren nu gewoon veel hoger tegenwoordig, en die worden ook gewoon steeds meer verkocht, dus daarna komt het wel bovendrijven, bij wijze van spreken, dat bedoel ik. Dus bekendheid met een bedrijf is volledig niet relevant. Ja, ik kom even terug. Ik heb hier nog Intertraceutical staan. Dat is uit mijn hoofd de tandartsproducent. Een van de meest bekende hier zo. Dit jaar toch wel de helft in koers verloren. Ik wou het even benadrukken. Want ook al zie ik hier wel bijna 20% rendement voor dit mandje. Maar goed, er gaat ook eentje gaat er met min 50 de deur uit. Dus ten alle tijde spreiden, spreiden. U ziet hier precies om waar ik net al heel vaak herhaald heb. Om heel veel aandelen te kopen. Dus van 20. Want u zomaar toevallig vooral intuïtief hebben gekocht en Mondo en plastic. Ziet hier staat, min 23%, min 27%. Ja, dan is het de schade niet te overzien, bij wijze van spreken. Dus, maar ja, de schade is te overzien omdat we nog 17 anderen hebben die wel sterk rendement hebben. Dus u ziet hier alweer het voordeel van spreiding naar voren komen. Dus
Eén harde klap van meer 50%, ja, dat heeft niet heel erg veel invloed op de hele portefeuille, want er zijn nog 19 aandelen over. Trouwens, Ronald, als ik je even mag onderbreken, ik heb een vraag binnengekregen. En de vraag is als volgt: waar kan de screener precies worden gevonden eigenlijk? Die staat op ons platform achter ons besloten gedeelte, analyst.nl/pro. Ik kan degene die net de vraag stuurde ook gewoon even de inlog ervan sturen of meerdere informatie toesturen. Dan is dat wat duidelijker. Dus Ja. voor leden is deze, ja. Oké, heel goed. Hetzelfde geldt ook voor de VEB natuurlijk of de AI in Amerika. Dat zijn ook ja, lidmaatschapsmodellen. Dus op die manier. Ja, wat verder nog wat toevoegen. Ja, probeer met beleggen zo simpel mogelijk te houden. Want u zag net hoe Arash die uiteraard die Vanguard ETF opzocht. U zag zo'n mega lijst met Vanguard ETF's. En ook met los aandeel. Bijvoorbeeld als je het aandeel Microsoft zou opzoeken, dan krijg je ook het aandeel wat in Duitsland genoteerd staat, bij wijze van spreken. Dus als belegger is het heel erg eenvoudig om totaal te verdrinken in het aanbod van beleggingsdingen, van producten, van het aandeel. Blijkt het aandeel ook op heel veel beurzen te vermeld staan. Dus ja, wat wij met deze aandelenscreeners doen, oh, excuse, is gewoon heel simpel maken. Gewoon een heleboel systematisch filteren als een robot en tjuk, heeft er gewoon 20 over en that's it. En niet zelf een zoektocht gaan maken en laten staan al die jaarverslagen gaan doorpluizen, want daar kan niemand doorheen komen. Dat is te veel eigenlijk. Ja, wat wij modellen doen is dus ja, vooral aandelen kopen met dividend. En ja, wat we met dividend willen doen is het gewoon herinvesteren. Ja, en dat legt geen windeieren gelukkig. Dit is bijvoorbeeld een mandje van de huidige Analyst Pro Top Consensus portefeuille. Dus dit zijn de aandelen, wat ik net zei, als Coca-Cola in heel veel mandjes voorbij komt, krijgt Coca-Cola meer punten. En we kiezen de aandelen met de meeste punten, top 20. En dat doen we gewoon ieder jaar, eenmalig, één keer per jaar de boel updaten. En that's it. En verder geen getrade tussendoor of aan andere moeilijke toestanden. Dus dit jaar ook bijna 12% in de plus. Is in principe niet heel spectaculair, want dit is natuurlijk ook dit jaar weer een heel goed beursjaar. Vooral door het corona-herstel. Maar u ziet hier ook weer heel veel onbekende namen tussen staan. Betsson uit Zweden, misschien nog wel wat bekenderder. Heidelberg Cement zit ook in Limburg. Maar u ziet hier bijvoorbeeld niet de ASML of de Philips of de IBM, et cetera, tussen staan. Het zijn gewoon allemaal meer onbekende bedrijven die hier tussen staan. En dat maakt het vaak ook interessanter hoor, want wat ik net zei, hoe groter de vijver is met vissen, ja. Ook hoe meer onbekenden natuurlijk erin voorbij komen. Ik had hier nog een zijstapje. We gaf net aan dat er moet ook levensvatbaarheid zijn voor een strategie. Er zijn wat historische elementen puur van diverse Amerikaanse indices, ook door de AI opgesteld. Daar kom ik uit op een rendement van 9% per jaar ongeveer. Dat is wel behoorlijk veel. Maar goed, dus als je er gewoon een pijltje had gegooid en eigenlijk gemiddeld Amerikaanse bedrijf had genomen, had je op 9% per jaar ongeveer gezeten. Dus dat is echt zeer fors. Dus ja, aandelenstrategieën die moet eigenlijk meer dan 9% scoren, in ieder geval voor de Amerikaanse markt, om überhaupt levensvatbaar te zijn. Om zeg maar ja, anders is het totaal onlevensvatbaar. Want als het iets minder oplevert en het kost meer, dan is het überhaupt niet interessant. Dus je ziet hier diverse rendementen en dan komen we gewoon uit op een goede 9%. Is natuurlijk heel fors natuurlijk, hè? Maar ook 2008, ik zal met de muis overheen gaan, ook gewoon heel veel dikke verliesjaren hoor. Dus je ziet dat de hele beurs hier ook al omlaag kletterde. Ik ga met de muis 2008 hier ook heel veel negatieve rendementen. Maar goed, ik kom nu een stukje over proof of putting. Ik heb hier gelijk, je ziet het gelijk staan, 2008, dat was een enorme klap voor onze topconsensus portefeuille. Ook gewoon ja, min 15%. Is nog steeds lager dan diverse indices trouwens hoor. Dus hier is wel wat een lager verlies dan gemiddeld. Maar goed, nog steeds verlies. Dus wat ik wil zeggen, dus niet één consistente strategie die altijd ja, duurzaam geld oplevert. Dus dat wil ik voor de zoveelste keer benadrukken. Dus dat er absoluut geen gouden bergstrategie hier te vinden überhaupt is. Ja, u ziet wat de rendementen staan. Ja, ook behoorlijke uitschieters. Komt ook natuurlijk wel dat deze ja, beïnvloed worden door een mandje van 20 aandelen. Dus als er eentje echt heel hard stijgt, bijvoorbeeld een Tesla bij wijze van spreken, ja, dan trekt dit hele mandje omhoog. Dito hebben we voor onze topscreeners portefeuille. Dat zijn dus de screeners die bijvoorbeeld in 2019 goed hebben gedaan. Die kopen we in 2020 weer.
En dan pakken we dus dezelfde strategie eruit en ook weer de top 20 aandelen daarvan afgeroomd op koers-kaststroomverhouding. Maar we zien het hier ook alweer, hè, dat bijvoorbeeld 2008, maar ook 2007 en ook 2018 ook gewoon verliesgevende jaren zijn, hoor. Dus, maar dat gaf net ook aan bij de collega's van AI. Ook daar hebben de meest succesvolle schemes ook gewoon ja, harde klappen gekregen in diverse beursjaren. Dus wederom is spreiding hier gewoon essentieel. Maar goed, proef of pudding, wat heeft u hier nou aan? Stel, ja, u zou uw geld hebben belegd in de AEX. Moet ik al uiteraard in de AEX herbeleggingsindex moeten dan naar kijken. Want we moeten wel appels met appels vergelijken. Want ja, dividend is natuurlijk op lange termijn super interessant. Dit plaatje is een beetje irreëel. Want het staat een beetje vlak het oranje lijntje. Het is al wel iets hoger gestegen natuurlijk. Maar er zaten gewoon heel veel zware jaren tussen. Met een wegzakkende kolenolie. Wat een hele grote zwaargewicht was. ING, wat een hele grote zwaargewicht was. En andere financials. Dat het gemiddelde AEX-indexbelegger, ondanks de dividenden, weliswaar op lange termijn in de plus staat. Ik geloof nu zelfs op een all-time high. Maar goed, er zijn ook wel zware jaren geweest natuurlijk, hè. Dus dat wil ik natuurlijk niet aan voorbij gaan. Dito geldt voor de BEL 20. Ook uiteraard met dividenden bij ze ingenomen. Daar hebben we ook harde beursklappen gezien met Dexia, KBC, et cetera. Ook die index is heel kapitaalsgewogen. Dus als er een paar aandelen die zwaar wegen, als die een keer harde klappen krijgen of hard of omhoog gaan, dan beïnvloedt dat de hele index. Als we dan met onze mandjes vergelijken, dus de Analyst Pro screeners, ja, dan zien we ook gewoon in het begin jaren, ook 2008, al harde klap omlaag, zoals ik al aangaf. Maar daarna is toch een bepaalde uitloop te zien, dat het tot steeds verder uitloopt, mede door het hamsteren van dividend. Omdat het toch wat meer de aandelen kiezen met een hoger dividend. Moet ik wel uitgaan van een constructief rendement en niet van de bruto dividenden. Dus dat is ongeveer onze insteek. We proberen gewoon mandjes te maken met 20 aandelen en that's it. Dus probeer beleggen zo makkelijk mogelijk te maken. Bij andere webinars wil ik daar verder ingaan op het optieverhaal. Dat mag ook zo simpel zijn. Ik heb er zelf een scriptie nog over gedaan op de Erasmus. Stel, Coca-Cola wordt heel erg getipt in onze modelportefeuille. We willen Coca-Cola kopen. Kunnen we gelijk direct Coca-Cola kopen nu. Maar we zouden ook een put-optie kunnen schrijven. Maar goed, moet je dan de 1 maand schrijven, de 2 maanden, de 3 maanden. Dus in dit geval dus voor januari volgend jaar gaan, of februari volgend jaar gaan, of maart volgend jaar gaan. En dan ook op welke strijk moet je dan gaan. Dus het is heel onduidelijk of ja, wat nou interessante periodes zijn om dus, looptijden te kiezen, maar ook die uitoefenprijzen van die strijks. En daar zit ook gewoon een bepaalde ja, consistentie in. Wat we vaak zien is dat opties met de 3 maanden looptijden, dat er daar de meeste premies in zitten. Dus stel, ik zal het heel snel afronden hoor. Stel, we willen Coca-Cola kopen. Dan is het veel interessanter om de 3 maanden put-opties te schrijven. Want daar zit relatief meer in. En ook zit relatief ook iets meer in, of bijna evenveel, als een 4 maanden. Maar 4 maanden is nog een maand verder. Dus als we een 3 maanden schrijven, kunnen we gewoon 4 keer per jaar kunnen die strategie uitvoeren. Maar goed, dat is met een zijstapje wat er nou niet bij hoort. Maar dat zijn zeg maar de kers op de taart om nog wat extra inkomen erbij te haken met het schrijven van opties. Ik hoop dat u het webinar interessant vond. Wat ik wil benadrukken is spreiden, spreiden en nog eens spreiden. En dat is niet één strategie die consistent de markt kan voorspellen. Ik zie dat ik voor mij wel wat door de tijd ben heen gelopen. Sorry ervoor dat het misschien wat druk overkwam, maar er zat te veel content en te veel belangrijke zaken, zoals die spreiding en die hoge kosten, om dat echt te benadrukken. Want ik zie zoveel drama's in de beleggingswereld voorbij komen dat mensen gewoon in een groepje van 3, 4 aandelen zitten en dat supergoed doen, maar een mega hoog risico hebben. En terwijl je gewoon met een ETF ernaast veel rustiger slaapt, veel beter rendement en veel lagere kosten hebt. En dat moet je gewoon combineren met individuele beleggingen. Eventueel aangevuld met die opstrategie die ik net aangaf. Dus als er vragen zijn, laat het gerust weten. Dat kan direct via mijn website. Er staat gewoon contactgegevens bij of via FX Flat uiteraard. Ja, bij deze wil ik dan afsluiten. Dus ik hoop dat u het interessant heeft gevonden. En als u nog meer wensen heeft voor andere webinars of whatever, dan laat u het maar weten. Dan geef ik het woord weer over aan Arash. Groet uit Apeldoorn. Ja, dankjewel Ronald. Dan neem ik bij deze even het beeld weer over en schakel ik om naar het juiste beeldscherm uiteraard. Zo. Nou goed, in ieder geval dan wil ik bij deze als eerste onze spreker Ronald Kok hartstikke bedanken voor dit uiterst interessante webinar. En uiteraard ook iedereen voor zijn aanwezigheid bij dit webinar.
Ja, goed, mochten er eventueel vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot bijvoorbeeld analist.nl enzovoort, kunnen jullie altijd bij Ronald terecht via analist.nl. En uiteraard ook als er eventueel vragen zijn met betrekking tot het wereldwijd handelen van effecten op het Trader Workstation handelsplatform, over de verschillende producten, de tarieven enzovoort, dan zijn we uiteraard altijd gratis bereikbaar via onze klantenservice nummer. Die vindt u rechtsbovenaan op onze homepage. Of anderzijds kunt u ook altijd een mail sturen naar service@fxflat.com en dan helpen wij u graag verder. Voor de rest zouden we het ook nog heel erg op prijs stellen als u een minuutje van de tijd zou nemen om een 5-sterren beoordeling achter te laten op onze Trustpilot beoordelingspagina. U kunt uiteraard ook uw mening met betrekking tot het webinar achterlaten. En voor de rest wens ik in ieder geval iedereen namens FX Flat een prettige avond verder. En tot de volgende webinar. En dan wil ik Ronald ook bedanken. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot ziens. Dag. Ja.